natuurlijk uitkijken in de bocht dus. Als ook bij het terugdraaien. We zitten op minder dan 1 minuut van de eerste start. En de start is gegeven. Jongens, heel veel succes. Deze is even die ertussen zitten. Wil die ertussen zitten. Mathis Serdongs nam daarnet zijn start en Arthur Janssen staat nu klaar. Dat zijn de 8-jarigen dus tot en met de nummer 10. Omdat Siebe klaar. Siebe Oliviers. De nummer 5 is voor Louis. Delvede. Is voor Louis. Delvede. Een zwaaltje in het gezelschap. Dan krijgen we tijden van Hubbeek. Kijken ook voor de aankomsten. Want dat gebeurt aan de overkant. Want dat gebeurt aan de overkant. Niet iedere keer zal een motaar begeleiden. Uitkijken. Je belooft toch het nodige te doen een aantal minuten na de wedstrijd om het toch allemaal eventjes te communiceren. Gelieve dan ook te wachten stellen, dus het zal worden uitgehangen. Dat is beloofd. Aan de overkant ondertussen de aankomsten van Senne, van Mathis en Arthur ondertussen. Terwijl we met 8 hier Jarne Nouwen klaarzetten. De Olivier heeft een aankomst ook gemaakt. Voilà, Jarne. En dan zijn we het volgende meisje, Clara. Meisje uit het Waalslandsgedeelte. Clara heeft haar start ook genomen. Start voor het proefje hier tegen de tijd bij de 8-jarige Milan Dresselaars. Jongeman uit Boutersum, de streek waar dat gisteren bijzonder veel regen is gevallen. De beker van België wedstrijd in Linter gisteravond laat dat afgelast. Omwille van ondergestroomde wegen. Omwille van de vele modderde bladeren. Omwille van ondergestroomde wegen. Omwille van de vele modderde bladeren. En al wat mij een noodweer hoort. En ook hier aan deze kant viel er bijzonder veel water. En dat net 1 maand na datum. Zo zijn we dan ondertussen aangekomen bij de 9-jarige Judith Allelijn. Goed zo, kom maar. De mensen die we iedere dag dan ook in het Nederlandse bokkels treffen op Facebook, die er alles voor doen.
omdat ook de buren aan de steden staan. Ondertussen hebben we een stevige bom klaarstaan uit de Koersel, Matthias Bleuks. Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes, dat ken ik wel. En de aankomsten die blijven uiteraard ook constant doorgaan. Mooi uitbollen, mooi rechts blijven, Bert de Greef. En dan de volgende ook ondertussen. En dat is de 8 van Jarne Nouwen. De kroonhoed. En zo krijgen we dus Matthias aan de start. Warm. Sponsors door Wim Rullens, u weet wel. De man die tegenwoordig voor eigen zaak rijdt, maar allicht gekend werd in België. Met zijn grote bulldozer vooraan de wedstrijd, pilootwagen van Rodania in der tijd. En dan de 14. Aan de overkant ook Milan Dresselaars, terwijl Clara en Rob ook al over de meet kwam. Met 14 op de rug, Dries Karemans uit de Hoboken. En dan hebben we de nummer 15. Nummer 15 is Sven Favel, Louis Lucas. In de berm moeten. De anderhalve meter is vrijgehouden voor de wandelaars. Die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel het niet goed in mijn vel. En dan hebben we de nummer 17. De oudste botten van Zijlenburg. Dat is Milklaas. Voor de Koninklijke Zuid-Limburgse wielerclub Heilen. Aan de overkant ook de aankomst van Matthias Bloek, zijn aankomst bij de 18-jarige. Met de 18, een heel gekende truitje daar ook van de wielerclub steeds vooraan. Hij zelf is van Duffel, terwijl... Jens Dumo dus zo dadelijk aan de start. Voilà, en weg is hij. Die de allerlaatste start in de eerste reeks pakt met de 8 en de 9-jarige. Voor de mensen die aankwamen, dus deze rijden samen. Omwille van...
het een minder aantal verwachte deelnemers, maar hier dan toch vandaag nog zeker en vast mooi in aantal. Quintel Geldof. En dat gaat vlot aan de overkant. Stil dat tijdritje. En ik krijg ook meteen door, dus daarnet gezegd, te willen omwille van de toch meerdere renners. De wegritjes zullen dus apart worden gereden. Aankomst ondertussen. Il n'y a pas besoin d'avoir un gueule au milieu, hein. Et gueule après les gamins. Ça va pas, ça. Allez. Meteen al voor de eerste keer in deze vroege beweging op de dag de bel horen. Meteen twee leiders in hun proef.
Lekker linde. Kom maar, Janne. Milan Dresslaars die van Hummer deed. We zagen ook Arthur Janssens daarnet, dan Mathis Serdons. En dan hadden we ook het meisje gezien, Clara Henrot. De weg vrij. Kom aan, Berthe. Doe dat beter als die nou die naast u rijdt. De laatste ronde, hè? Hé, Louis. Allez, mets un peu plus de braquet, allez. Moi, tu ne reverras jamais, hein. Et c'est pas fini, hein? Hey Clara! Hey Clara, passe-le, allez, tout de suite, hein? Allez! Voilà, allez, hop! Allez! Kom aan, Berthe. Doe dat beter als die oude die naast u rijdt. Meteen de eerste aankomst hier, bijzonder mooi. Milan Dresslaars. Aankomst ook van de Sibbe Oliviers. En mooi hier ook de verder plaatsen natuurlijk. Ja, Louis. Jij maakt van de morgen een mooie zomerdag. Wie dan nog één, Arthur Janssens. Aankomst ook. Klaar aankomst van Clara en Thank you.
Come on, Jenske! Kom zo, Jens! Jens, kunnen we mee nog, jong? Kom aan, trek die! Hop! Kom aan, Dries! Kom aan, Jens, voor het team! Goeie bocht, pakje! Ja, Louis. Kom on, je zult eens zien dat je niet aan je doet. Kom on. Kom on, Jesse. Stromberin. En onze kinesiast Leo, die klaagt: de mannen rijden rapper als ik kan wandelen, zegt hij, ik raak niet rond. Uren, 14 uur aan de aspiranten. 12-jarigen kunnen beginnen. De 15 uur de 13-jarigen en de 16 uur de 14-jarigen. En dat hier allemaal in de Nieuwerkerken op de Ambachtstraat. En hier de winst op een grootse manier van Louis Lucas. In de proporties naar het grote werk later. De manier van veel belangrijker als de plaats op dat papiertje. En vooral iets van geleerd hebben. En hier wat een stevigheid de hoeken komen. Mooi van het meisje. En zoals jullie dus zien, hebben we daar dus Clara en Rutte en we hebben dus als winnares daar en dus de Griff die hier een deel moeten krijgen van Geert Remons en het publiek is natuurlijk overgaan tot dat applaus. Tegelijkertijd wil ik ook nog eventjes onze mensen van de wielerschool te bedanken die hier weer prachtig werk hebben geleverd. En dan naar de tweede plaats en dan de derde plaats voor Sida Oliviers. Ja, dan de andere
jongens zullen er ook kunnen bij staan. Allee, ga erop. Ben Waar zijn de tweede? En een applaus daarvoor, mensen. Ja? We moeten nog maar even naar de rest. Tweede nog, hè? De tweede, dat is Jens de Maat. Jens, de Dumo. Nee, dit is al drie al. De tweede nog, de tweede. Jens, als ik er nog bij wil, is de moment. Jij moet normaal tweede zijn? Je moet een beetje opzij, maar ik wil toch nog even terugkomen op het feit van de 8- en de 9-jarigen. Waar dat gerechtigheid en waardigheid moet zijn die dat moet bekomen. Laat ons duidelijk zijn voor het vervolg. De tijdrit bij de Menime is iets dat eigenlijk officieel niet opgenomen wordt. Wordt er iets uitgehangen aan de tent, dan is dat zo, maar dat komt niet verder. Spijtig genoeg kreeg ik de uitslag van de tijdrit binnen en hebben de verkeerde jongens en meisjes op de juiste plaats gestaan vandaag. En dat wil ik toch nog even met de oren recht zetten. Dus bij de 8-jarigen kregen we dus de winst voor Milan de Wesselaars. We kregen een tweede plaats voor die lieve Oliviers en een derde plaats voor Louis Jalweer. Dus wat de wegwedstrijd betekent, dus het officiële dat zo wordt opgenomen en wat eigenlijk het podium moet ondergaan. Dan ook nog even bij de 9-jarigen dus. Daar hadden wij het verhaal dus dat Louis Lucas de winst mee pakte voor Jens Dumont. En dus hadden wij daar Warre Smets als derde plaats. Liever met excuseren, maar ik vind dat op deze plaats en op deze manier toch nog rechtgezet worden. Wil ik dan ook nog even een applaus geven voor al die toch een plaatsje beter hebben gedaan in die wedstrijd.